Ik denk dat wij een bedrijf zijn met een passie. Een passie en een visie en een missie. We gaan ergens voor. We willen ondernemers helpen. We willen zorgen dat het ondernemerschapsklimaat in Nederland beter wordt. Dat er veel goede ondernemers komen. En dat de ondernemers goed voor zichzelf kunnen zorgen. Nou, dat missiegedreven zijn bepaalt heel erg onze rol als werkgever. Wij zoeken dus ook medewerkers, collega's, die ook missiegedreven zijn. Die zich herkennen daarin en zeggen van ja, ik wil meer dan alleen maar geld verdienen bij een werkgever. Ik wil goede dingen doen. Al die collega's met elkaar zorgen dat onze missie slaagt. En dat maakt ons heel verschillend. Dat zie je ook, voel je ook zeg maar, in de medewerkers die hier rondlopen. Ze zijn allemaal op de een of andere manier een soort van gepassioneerd. We geven onze medewerkers heel veel ruimte. Ruimte om met ideeën te komen. Ruimte om ideeën uit te voeren. Dat is het leuke van deze organisatie. Dus we geven innovatie heel veel ruimte. We geven ideeën heel veel ruimte. En we geven de medewerkers dus ook heel veel vertrouwen om uit te voeren daar waar ze goed in zijn. Familiecultuur betekent in mijn optiek dat je door goede periodes en door slechte periodes met elkaar gaat. Dat je interesse hebt in elkaar. En nu zijn we een organisatie met 120 mensen, waarvan er 20 8500 kilometer verderop werken in de Caribe. Nou, die zien we amper. Hoe hou je dat dan vast? Hè? Die cultuur van oprecht in elkaar geïnteresseerd zijn, oprecht met elkaar meeleven, elkaar aanmoedigen, elkaar troosten als nodig is. Dat doen wij nu door de organisatie op te knippen in wat kleinere delen. Dus het is niet meer één grote organisatie, we hebben ook verschillende afdelingen. We hebben leidinggevenden die echt zijn geselecteerd op hun passie voor mensen. Dat ze in staat zijn om het DNA van Credits, het DNA van familiecultuur, het DNA van onze kernwaarden, verbinden, sociaal, persoonlijk en zakelijk, om dat over te zetten naar de medewerker, om dat nou, een soort van toepasbaar, pakbaar te maken voor de medewerkers. Daar worden onze managers op uitgezocht. Bij een commercieel bedrijf is alles commercieel. Dus een transactie wordt gebouwd op commercie, hè? Op het feit dat je geld wil verdienen. Dat is niks mis mee, zo werkt het bijna overal. Bij ons gebeurt alle inspanningen voor onze klanten op basis van waarde. Wij willen persoonlijk zijn. Ook al is dat commercieel gezien niet aantrekkelijk. We zijn ook zakelijk. Ik bedoel, we hebben het over leningen, we hebben het over geld. Dat moet terugbetaald worden. Ik bedoel, anders dan kun je niet overleven. Dus we zijn ook wel zakelijk. We hebben 700 vrijwilligers. Dat zijn allemaal ondernemers die zeggen, ik wil iets terug doen voor de maatschappij. Ik ga een startende ondernemer coachen. Vind ik leuk. En wij verbinden het netwerk van die coach met de klant. Dus wij verbinden. Wij zijn sociaal omdat wij een stapje harder voor jou gaan. Ook als het slecht met je gaat. Wij zijn vooral sociaal als je je lening niet kan terugbetalen. Niet dat je het niet hoeft terug te betalen, maar we gaan je helpen om mogelijkheden te zoeken om toch tot een oplossing te komen. Dus zo zijn we tot kernwaarden gekomen en die waarden leven we ook echt. Voor de medewerker wil ik eigenlijk twee dingen op het hart drukken. Ten eerste, het ontwikkelen is super belangrijk voor elke medewerker. Zorg dat je niet vastroest in je baan of in je functie, maar blijf je scope breed houden. Zorg dat je je ontwikkelt naar eventuele andere functies. Het tweede is, zorg dat je een passie hebt. En dat maakt ook dat je heel veel voldoening krijgt. Veel meer voldoening dan alleen maar aan geld verdienen. Maar ook voldoening hebt om te merken dat je je passie kunt inzetten en ook daarmee kunt vergroten. Want heb je dat niet, dan wordt elke baan binnen een jaar saai. Ik wil altijd zoeken naar dingen die we nog niet goed doen. Bijvoorbeeld, toen we begonnen alleen met een lening, met krediet. Daar is later coaching bij gekomen. We geven 8-9 trainingen aan ondernemers. We zijn een soort trainingsinstituut geworden. We hebben met eigen baas een scholenprogramma waarvan ik vind dat het scholenprogramma moet zijn op het gebied van ondernemerschapsonderwijs. Op alle mbo's en vmbo's. Dus ik wil eigenlijk op de strategische pijlers waar dit bedrijf op draait, wil ik de grootste zijn. De beste zijn met de meeste impact. Dus we zijn dé kredietspecialist voor het kleinbedrijf in Nederland. We zijn het trainingsinstituut voor ondernemers in Nederland. Of je nou krediet hebt of niet, maakt ons niet uit. Dat is echt iets voor de komende jaren. Daar gaan we gewoon zeker naartoe groeien. En ik wil ook heel graag alles wat we hier in Nederland doen in andere landen introduceren. En of je nou ondernemer bent, of je bent
iemand die zoekt naar een hele gave, mooie baan, ja, dan moet je toch even in credits verdiepen. En je zult verrast zijn door wat we allemaal doen.